Welkom bij een kakelverse serie waar we in het leven duiken van de volkszangers. Deze onontdekte pareltjes hebben allemaal maar één doel. Optreden in een kolkende arena met duizenden fans. Met gepaste trots stel ik u voor aan de eerste volkszangeres in deze serie, genaamd Marloes Oosting. Deze knappe verschijning zit al jaren in het vak en verdient sinds haar 18e haar brood met dit werk. Marloes, kom maar in. Dit is Poei Poei Po. Marloes, jij bent de eerste vrouwelijke volkszanger, of beter gezegd volkszangeres, die wij in deze serie hebben. Ik heb het gezien, ja. Ja, voel je je vereerd? Nou, zeker. Absoluut. Oké, okay, fijn. Wie is Marloes Oosting? Marloes is 35 jaar, geboren in Assen. Ik woon nu zo'n 13 jaar in Duitsland, net over de grens, op de hoogte van Groningen. Daar woon ik samen met mijn twee kindjes en met mijn partner. Wat leuk. Ja. En jij bent 35 nu. En hoe lang zit je al in dit vak? Ja, ik was net 18 toen ik begon. Dus ja, bijna 18 jaar. 17 jaar, 18 jaar, ja. En jij bent natuurlijk een prachtige verschijning. Ik denk dat de kijkertjes het alleen al daarom een ontzettende leuke aflevering vinden. Ah, nou, wat lief. Nou, ik hoop het. Dankjewel. Nou, word ik verlegen. Maar goed, doe maar. Dat is echt niet nodig. Maar heb jij last op jouw manier van groupies? Mijn grootste groupie is natuurlijk Rinus, zanger Rinus. Die heeft zelfs een liedje over mij gemaakt. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Ja, bizar. Maar goed, verder, ja, dat valt het heel erg mee. Nederlanders zijn heel erg over het algemeen nuchter. Dan een wat minder leuk onderwerp. Wij gaan met jou mee naar Hart voor Muziek. Maar dat is ook het enige optreden of de enige studio-opname of wat dan ook, wat we mee kunnen. Want jij hebt namelijk knobbeltjes op je stem. Ja, dat klopt. Ik zit nu midden in een tour omdat ik mijn nieuwe single heb uitgebracht. Want anders had ik op dit moment helemaal niks, omdat ik geen enkele optreden aanneem. Ik zit nu langer dan een jaar thuis. Vorig jaar juni had ik een optreden en toen viel mijn stem weg. Nou, ziekenhuis geweest, toen bleek dus dat ik allemaal knobbels op de stembanden had. Toen kwam er een operatie, het zou allemaal goed zijn en dat was dus niet het geval. Dus bij mij duurde het gewoon veel langer en dat is gewoon ontzettend naar. Want buiten dat het mijn grote passie is, is het ook al jaren gewoon mijn inkomen. Maar goed, de derde keer geopereerd en zoals het nu lijkt zijn ze eindelijk weg. Maar moet ik mijn stem nu wel opbouwen? Ja, ik ben gefascineerd door het fenomeen volkszangers en volkszangeressen. Maar een ander fenomeen waardoor ik gefascineerd ben, is vloggen. Ja. En dat doe jij ook. Ja. Waarom vlog jij en hoe doe jij dat? Ik doe dat helemaal niet professioneel. Ik doe dat gewoon met een telefoon. Mm-hmm. Ik vind het leuk om de mensen te laten zien van wie is Marloes behalve die zangeres, weet je wel? Wie ben ik als gewoon persoon thuis en zo? Ik ben een totale digibeet en dat zeg ik niet om gaaf te doen, maar dat ben ik echt. Dus kun jij mij heel even laten zien hoe dat er dan aan toe gaat? Kun jij even je telefoon erbij pakken? Hoe gaan we dat doen? Laten we een stukje vloggen, Marloes. Toch, we gaan dat doen. Oké, je hebt even je haar weer gecheckt. Zit alles goed? Ja, dat heb ik gedaan in deze mooie spiegel. Juist. Waar het allemaal wel niet goed voor is. Ja, hè, precies. Oké, okay, dan pak je telefoon. Dames en heren, zet vloggen. Ik op selfie. Kijk, dan doe ik hem wel omhoog, want anders heb ik een onderkin. Nou kijk, we glanzen wel een beetje, Sarah. Zo, we glanzen heel niet erg. Normaal. Dat zie ik er slecht uit. Hoi, lieve vloggers. Vlogkijkertjes. Hoe begin je een vlog dan? Ik zeg altijd, hallo lieve volgers, welkom bij deze nieuwe vlog. En zo begin ik. Oké, okay, hoi, lieve volgers, welkom bij deze nieuwe vlog. Zo, maar ik heb wel echt een blote billengezicht naast jou. Maar dit jou, is wel heel lelijk. Wat ik doe jij ook allemaal lekker op je gezichtje, joh? Nou, ja, ik heb van dat bruine olie spul. Oh, heerlijk. Ja. Meine Güte. Nou, die bruiningsolie, daar kan je gewoon overal kopen dus. Gewoon bij de Kruidvat of zo. Ja, ook. Ja. Super. Zeker. Nou mensen, dankjewel voor het kijken naar deze super informatieve vlog. En kijk naar Poei Poei Po. Precies dat. Ik denk dat jij ook moet vloggen, hoor. Ja, ik ben het. Zometeen zien we in een vlog van Marloes hoe haar operatie voor haar stembanden verloopt. Maar nu eerst naar Hart voor Muziek. Eentje op mij hadden onder ogen, hè? Ja, precies. Hoi, wat treffen we je hier spontaan, hè, de visagie? Nou, echt, hè? Waar zijn wij nu? We zijn nu in de artiestenruimte. Hier worden we zo opgeroepen om het podium op te gaan. Nog even een make-upje. Hoi mevrouw. Hallo. Hoi. Even een make-upje en je gaat dadelijk. Het is Hart voor Muziek dit, hè? Ja, het is Hart voor Muziek. Ga jij maar lekker verder hoor, ja. Ja. Hart voor Muziek. En wat ga je zingen? Ik ga hier samen met Harm, mijn duetpartner, ga ik Adios Amigo zingen, onze nieuwe single. Komt-ie. Adios Amigo, na-na-na-na, solo. Zoiets. Dat klinkt heel goed. Ja, toch? Ja, je kent hem al een beetje. Adios Amigo.
dadelijk heel hard We Want More roepen. Heel goed. Oké, okay, adios amigo. Waar is Harm? Gaan we die even stappen? Harm is al achter de coulissen, want we moeten zo op. Oh. Hey, hard voor muziek. Wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Harm Spang. Ik ben normaal solo-artiest. En ik ben dit keer een uitstapje gaan doen met Marloes dit keer, dus ja, hartstikke leuk. Wat leuk, jullie hebben samen dus wat duet, adios amigo. Ja, klopt. Dus adios amigo, blijf je lieve solo. Ik denk alleen aan jou zo, lang je namen lang. Echt zo, ja. Nou, ja. En wat is nou zo leuk aan Marloes? Ja, Marloes heeft gewoon, ja, is buiten dat ze gewoon een heel toffe peer is. We hebben allebei een heel uniek stemgeluid. En dan kan nog wel eens wezen dat het heel mooi gaat klikken. Ja, dat kan ook vloeken natuurlijk. Dus we hebben een klein stukje a cappella samen gezongen met elkaar. En we waren allebei heel enthousiast. Je staat hier natuurlijk tussen best wel grote mensen. Jij bent ook wel best wel relatief succesvol. Wat doet dat met je? Dat je toch als vrouw, als een van de weinige vrouwen hier gewoon al staat. Nou, de laatste zeg je goed. Er zijn heel weinig vrouwen, inderdaad. Dat is een voordeel eigenlijk. Want dat blink je uit. Hè? En als er meer vrouwen zijn, heb je ook een concurrentie. Maar ja, nee. Ik heb wel bij optredens gestaan. Daar staan echt grote namen. Dit is gewoon, ja, een beetje in de genre. Allemaal van mij dezelfde genre. Marloes en Spaan. Succes! Door naar Marloes, haar operatie. Het is 7 uur. We gaan naar Amersfoort. Daar word ik geholpen. Dat is ongeveer 2 uurtjes rijden van ons huis. En ja, laat het nu 3 keer scheepsrecht zijn, hè, dat de knobbels nu wel weggehaald worden. Nou, we zijn er. A1. Op de afdeling. Mijn stem, dat zou ik jullie vertellen. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar mijn stem klinkt nogal verkouden en nasaal. Terwijl ik dat niet ben. Dat was gelijk al op de eerste dag dat ik weer mocht praten. Je mag 3 dagen na die operatie niet praten. Dus dat vond ik gek, want dat had ik bij de eerste en tweede operatie niet. Ik heb er achteraan gebeld. Ja, kon ze niet zoveel van zeggen. Het herstel afwachten is het antwoord. Nou, ik ben inmiddels nu bij de controle geweest. De eerste controle na de operatie. Nou, daar was dus niks meer te zien. Marloes. Ja. Jij hebt ons meegenomen in jouw hele proces en traject van die vreselijke knobbeltjes op je stembanden. Nou, zeg dat wel. We zijn gelukkig wel mee kunnen gaan naar Hart voor Muziek. Het was niet te doen heet daar. Echt, maar, hè? Maar godsamme, wat was het daar heet. Ja, vreselijk. Maar alsnog was het wel heel erg gezellig. En ja, hebben we je wel gelukkig heel eventjes kunnen zien shinen. Ja. Ik vond het heel erg gezellig. Hoe vond jij het? Ik vond het ook een hele leuke ervaring om jullie mee te nemen. Zeker weten. Waar sta jij over een jaar, denk je? Nou, ik hoop dat ik het voort kan zetten wat ik eigenlijk altijd al deed. Lekker veel optredens, plaatjes uitbrengen. En dat is gewoon wat ik het liefste doe. Ik hoef niet per se in een hele grote Ahoy te staan. Nee? Nee, want ik denk dat je dat vast wil vragen. Maar dat is echt niet per se mijn ding. Nee, het leukste vind ik gewoon dat mijn liedjes gedraaid worden op de radio. Dat fans volgens daar wat aan hebben. En vervolgens daar boekingen uit ontstaan. En dat ik gewoon op leuke feestjes mag staan. Ja. Ja. Aan het einde van de aflevering vraag ik iedereen om even Poei Poei. Na het Poei Poei van André Hazes te zingen. Aangezien we natuurlijk Poei Poei Po heten, een lang verhaal, blablabla. Bla, bla. Kun jij dat misschien heel eventjes zingen als je de kindjes gaat gaan ophalen? Gaan we proberen met die stembanden. Poei. Poei, 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 poei. Poei, 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 poei. Volgende week in Poei Poei Po zien we hoe de 19-jarige Gio Swicker zijn hit Laat Je Gaan in een nieuw jasje steekt. Hey, jij daar? Ben jij nog niet geabonneerd op ons prachtige kanaal? Doe dat dan even, door hier te klikken. En hier kan je ook nog van alles zien. Leuk. Gewoon allemaal hier. Echt leuk. Ja, Maggie, is het daar klaar?